Deze nieuwsuitzending gaat wederom over het opvoeden van kinderen. Ik ga er een paar over doen, hoor. In de eerste uitzending over het opvoeden van kinderen. Ik kan hem even laten zien voor de grap. Waarom niet? Ik heb hem net geüpload. Dit is mijn kanaal. Ik heb 30 abonnees. Dat is mooi. Dit is dus uitzending 227. Daarin leg ik het uit hoe het moet. En hoe het moet is echt reuze simpel. Je moet rekening houden met een ander. Of je kon het niet. Je hebt dat vermogen niet om rekening te houden met een ander. Dan ben jij nog steeds een baby. Had je eigenlijk gesteriliseerd moeten zijn in de ogen van sommige mensen. Rekening houden met je kind. Tot aan het 7e jaar doen wij alleen aan zeggenschap. Dus je kind mag altijd kiezen wat voor een kleur sokken of dat het. Wat wil je? En vanaf het 7e jaar, ongeveer, want sommige kinderen zijn aan de vroege kant. Die van mij, toen ze 5 was, had ze echt al zin in werk. Van, mag ik dat doen? Ja. Ik moet zeggen, ja, dat mag wel, maar dan moet je het wel goed doen. En dan zei ze, ja, maar dat kan ik toch? Oké, doe het dan maar. Dus, ik had toen een nieuw kantoor, dat was ze 6. Daar heb ik haar een pot verf gegeven en een kwast. En naar de plinten gewezen. Ik zei, die plinten in dezelfde kleur als deze verf. En dat moet je ongeveer zo doen, dat je de kwast moet je in die pot doen. En dan moet je over die plint heen gaan. En niet buiten de lijntjes kleuren A, U, B. Ik had eronder wel een beetje afgeplakt met van het papieren plaksel. Hij heeft het prima gedaan. Hij heeft gewoon de plinten. Dat was een 6. Nou, dan ben je een spekkoper. Als je zover bent. Als je kind 6 is, dat je er gewoon een pot verf kan geven en een kwast. En dan zat ze ook nog een beetje te zeuren. Van, ik dacht dat dit mannenwerk was. Maar dan moet je vooral tegen mij zeggen. Als vrouw. Dus ik tegen haar zo van, hoezo? Dacht jij dat mannen hun penis in de verfbus hangen? En dat die mannen dan met hun penis heen en weer gaan slingeren en dat jij dat niet kan. Je hebt dat 2 handen of niet? Aan de slag, vlerk, zolang het nog kan. Ik had er hulp nodig hoor. Vond het wel fijn dat ze er was. We hebben een geruzie gehad. Ze heeft een limonade gekregen. Daarna lekker buiten spelen. Dat is makkelijk hè. Dus vanaf het 6e, 7e... jaar, dan geef je je kind verantwoordelijkheid. Nou, dat hou je nog een aantal jaren vol. En dan zijn we klaar. Dan kost je 14 jaar. Als het je in 14 jaar niet gelukt is, dan heb je een achterstand in je opvoeding naar je kind. Dat betekent niet dat het hopeloos is, want dat kan zich op latere leeftijd heel snel, het heet orde uit chaos, in één keer klap. En dan klapt zo'n kind om en dan is het precies het kind wat je altijd wilde hebben, alleen wat later dan je dacht. Nu wil ik het hebben, dus hoe het goed moet, voordat ik begin, hoe het goed moet, hoe je het goed doet, dus 7 jaar lang zeggenschap, 7 jaar lang verantwoordelijkheid, dat is bij elkaar 14 jaar, en dat alles spelenderwijs, meer aanwijzingen heb ik niet voor iemand met een kind. En als je de eerste 7 jaar je kind de zeggenschap hebt geleerd, dan gaat het daarna dus ook doorkakelen. En dat moet je juist gebruiken. Van oké, jij wil dat? Dat is goed, jongen. Dus jij wil pannenkoeken? Ja. Maar ik heb geen mail. En hoe gaan we dat oplossen? Dan kan je je kind de deur uitsturen. Van, ga maar meel halen. Ik heb nog eieren, ik heb nog zout. Ik
heb nog arachideolie. Alleen geen meel. En jij wil pannenkoeken? Is best. Heb je nog 2 voeten, 2 benen, 2 knieën? Hier heb je €3 en move it. Dat kan vanaf het 7e jaar. In kleine dingen, spelende wijs. En wat ik om me heen heb gezien. Ik heb dus een kind opgevoed. En die is nu volwassen, die is 17. Heeft een hele mooie stem. En ze gaat. Ja, dat gaat wel goed met haar, denk ik. Maar in de tijd dat ze klein was, was ik dus dagelijks bij haar. En dagelijks bij haar vriendinnen en al die andere ouders. En hoe ga je dan met kinderen om, hè? Dus dan kijk je in de omgeving van hoe doen jullie dat? Daar kenden wij een stel, want die woonde bij ons 3 huizen verderop. En die konden in eerste instantie geen kinderen krijgen via de natuurlijke weg. Ze hebben toen, of zij, die vrouw denk ik, maar misschien niet, dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, ik denk dat die vrouw dat hartstochtelijk wilde. Dus het lukte niet met gewoon de seksuele daad. Dus is die man gaan masturberen. Ergens in het Rijnstaten ziekenhuis of zo. Of een of andere kliniek. En dan doe je je kwakje in een bakje. En die porno die leg je dan onbesmuikt terug. Ja, tenzij het fout ging natuurlijk. Maar je moet niet je sperma van die pornoblaadjes af in het bakje doen. Je moet wel in dat bakje spuiten. En toen heeft dus een of andere arts, die zei dus tegen die vader van oké, ik neem het wel over. En toen is zij dus zijn vrouw op de rug gaan liggen, met de knieën uit elkaar, precies zoals het hoort. Maar nu voor de dokter. En die heeft toen ingeplant. En ze kregen een kind. Dat kind was, denk ik, een half jaar jonger dan die van mij. Of een jaar jonger. Niet veel ouder, sorry. Jonger geboren, sorry. Hij is iets ouder als mijn dochter. Niet veel hoor. Leuk meisje. Wel was het zo dat ik haar op straat tegenkwam en dat ik dacht, werk jij op de baan? Moet je naar je werk of zo? Dat je voor je werk ga je op de stoep staan en bij de kluizen weg en dan ga je wachten op die Rob Oudkerk. Je hebt van die gemeenteambtenaren, die hebben toch genoeg geld. En die vrouw heeft helemaal geen zin in al die seks. Ja, en zo'n Rob Oudkerk wil ook wel gewoon terug doneren als dankbaarheid aan de samenleving. Hij krijgt €5.000 in de maand. Ja, dan mag je toch wel 500 op de kluizen weg. Maar zo zag ze dat. Dat heel zwaar opgemaakt. Maar toen dat meisje, die dus zo naar de kluizen weg had gekomen, de kluizen weg trouwens, dat is net zoiets als de Rosse buurt, of vroeger in Arnhem had je ook zo'n hoerenbuurt. En nu is dat verplaatst naar het industrieterrein. Ik heb zelf nog een keer contact gehad met een vrouw die zei, zou je mij daar dagelijks, avondelijks natuurlijk, naartoe willen brengen? En wat kost dat dan? Ja, dat is niks geworden. Ik moet even niezen. Is niks geworden. Ik had het wel willen doen, waarom niet? Zo. Dat is een heel lang verhaal, maar goed, ik ken prostituees en ik weet dat er van die geile kerels zijn. Je doet een beetje make-up op en je ziet er goed uit. Maar voor een meisje van 13? Ja, dat weet ik dat eigenlijk niet. Hè? Wat kan je zeggen? Ja, dat meisje van 13 is gewoon een geile slet. En daarom doet ze dat.
That's why she do that. Er is natuurlijk meer te vertellen. Want dat meisje, dat heb ik leren kennen toen mijn kind 3 was, 2 was, zo. Dan heb ik haar ook leren kennen. En toen kreeg ze een zusje. En die was in vivo geboren. Dus je hebt in vitro, dat betekent achter glas. Bij de in vitro bevruchting wordt er een eicel uitgenomen. En dat kwakje van je man, ja, en je weet niet eens op wat voor vrouw hij zich heeft afgerukt. Was dat een blondine of een brunette of een latino? Dat weet je nog niet. En dan wordt het allemaal samengevoegd in glassen. Dat is in vitro. Nou, dat tweede kind, dat hebben ze gekregen in vivo. Gewoon normaal. Die vrouw in kwestie ging gewoon op haar rug liggen met de knieën uit elkaar. En werd ze gewoon zwanger. Dat tweede kind was hun oogappel. Dat kreeg zelfs mijn kind in de gaten. En dat ze ook tegen mij zei van ik wil vanmiddag met de oudste dochter, die in vitro dochter, wilde ze spelen. En ze zei erbij expliciet, maar niet die in vivo dochter. Want dat is een verwend nest en die zit altijd te janken. Ja, die ouders, vooral die moeder, die hadden er geen oog voor. Die bleven maar zien dat die jongste dochter, dat was hun oogappel. En die kon gewoon niks fout doen. Nou was mijn dochter was bij dat stel, bij die ouders aan het spelen. Met die beide dochters. Hè? En er was een Mario Kart apparaatje, een Nintendo of zo. En per toerbeurt werd er gewisseld. Maar toen was het die jongste dochter aan de beurt. En die was door Luigi omvergereden. Of door Mario natuurlijk, dat weet je ook niet. Maar in ieder geval, ze was in de lava gevallen met haar wagentje en dan ben je af. Hè? Dus die gaf hem af aan mijn dochter. En die ging dan ook Luigi achterna. Toen was mijn dochter af. En toen wilde die kleinste, die in vivo zei, oké, nu mag ik weer. Waarop mijn dochter zei, nee, nu mag jouw in vitro zusje. Nou, dat in vivo zusje, die werd hels. Van wat nou? Ik ben in vivo geboren en ik wil die Mario Kart Nintendo. Nee, krijzen jongen. Ja, mijn dochter die trok ze daar niks van aan. Want die zei, ja, de afspraak is iedereen 1 ritje en als je af bent, ben je af. Dus die gaf de game controller of het apparaatje aan dat in vitro kind, die oudste. En toen kwam de vader binnen. En die ziet zijn in vivo kind helemaal in tranen, want die wilde Nintendo. En zijn in vitro kind, die oudste, die door de dokter geplant was, die zat heel intens te turen naar de Mario Kart baan. Ik weet niet of jullie wel eens hebben ge-Mario Kart, maar dat kost je een beetje aandacht hoor. En Nina vond, er is niks aan de hand, want dat in vivo kind zit weer eens voor de zoveelste keer te blaren. En je bekijkt het maar. Toen heeft die vader, net als dat je een propje wegschiet met je, wat is je lange vinger. Dus dan doe je lange vinger op je duim en dan. Dat deed hij. Op het voorhoofd van dat in vitro kind. En dan precies dat plekje van die Hindoestanen.
Van geef die game controller aan jouw in vivo zusje, want jij bent niks waard. Jij bent door de dokter met een witte jas en ik hou eigenlijk helemaal niet van jou. Ik vind jou een stomme trien of zo. Jij bent in vitro, dus niet goed. Erg. En toen kwam voor mij, dat is heel anders, maar toen kwam voor mij kwam de scheiding. En ik kreeg een ander huis op loopafstand. En mijn dochter, die had ik op maandag en dinsdag altijd bij me. Ze eten maken, washandjes klaarleggen, ontbijt in huis. Je kent dat wel. Kopje rooibos thee met een beetje honing. En een verhaaltje voor het slapen gaan. En dan niet van het suffe internet gebeuren. Van kijk maar een filmpje. Nee, voorlezen. En op maandag kwam altijd haar hartsvriendin bij ons eten. En de middag doorbrengen. Want de moeder die was gescheiden. En, had geen tijd om haar kind van school te halen. En vond het uitermate logisch dat ik dat deed. Gaan ze dadelijk op terugkomen. Dat heb ik niet vergeten. En op dinsdag wilde mijn kind ook graag een vriendinnetje te spelen. Of bij een vriendinnetje spelen. Dat mag ook. Niet erg. Je hebt school gehad en dan ga je spelen. En op dinsdag wilde ze graag dat in vitro kindje. Het was iedere keer hetzelfde. Dat mijn dochter naar mij toe kwam en zei, pap, mag zij bij ons komen spelen? En dan zei ik elke keer, ja natuurlijk. Geen probleem. Wat maakt mij het uit? Van één kind of twee kinderen, je hebt er net zoveel last van. Je hebt gewoon kinderen in huis. En beter nog twee kinderen, want die houden zichzelf wel bezig. Hè? Liever twee dan één. Dus voor mij was dat altijd goed. En die moeder, die keek dan dus naar dat in vitro kind. En is hij elke keer, nee, dat mag niet. Nou, de week erop werd het dus weer gevraagd. En de week daarop werd het weer gevraagd. Uiteindelijk zijn die kinderen maar gestopt met vragen. Want dat mag toch niet van mama. Hé, hey, we moeten belangrijke dingen gaan doen. Je hebt de hele tijd vrij gehad terwijl je op school zat. Ja, maar nu moeten we aan de slag. Bullcrap ouders noem ik dat. Die maken de kinderen kapot. En die vinden dat nog geinig ook. En ze moeten erom grinniken. Omdat ze de baas zijn over hun kinderen. En ze vertellen hun kinderen wel even hoe het moet. Oh, jij wil A? Nou, mama zegt B. En als die kinderen dan B zeggen, mama zegt A. Want je moet je kinderen afknijpen. Je moet ze echt op alle manieren, die kinderen krijgen 8 uur per dag krijgen ze al onderwijs en allemaal belachelijke dingen. Maar dan zijn ze nog niet klaar. Nee, want daarna komt mama. En die heeft nog meer regels. Je kinderen afknijpen, klein houden en dan komt het allemaal goed. Nou, dat is idioterie. Dat is totale gekte. Ik vind eigenlijk dat al die moeders gesteriliseerd hadden moeten zijn. Alle kinderen afgegeven aan een soort van jeugdzorg, wat wel zorgt voor de jeugd. Wat heeft het voor zin om je kind iedere keer te verbieden om te gaan spelen met mijn kind? Heeft mijn kind lepra? Ik dacht het even niet. Het ging er gewoon om dat het meisje had ergens zin in en die moeder dacht van het mag niet. Maar week in, week uit. Ook zo'n mooie van mijn zwager. Zijn zoon die moet dan van hem gitaar spelen. Ik heb hem een paar stukjes horen doen.
En dat ging best goed. Eigenlijk geen probleem mee. Die scheiding die was dus geweest. En mijn dochter die was op het Sint-Nicolaasfeest. Het Sinterklaasfeest. Bij de schoonfamilie. Waar mijn zwager dus ook was. Het was in zijn huis. En toen waren alle cadeautjes uitgepakt. En de kinderen hadden eindelijk zoiets van... Hé, nu mogen we gaan spelen met onze cadeautjes. Ja, iedereen mocht spelen. Behalve... die oudste zoon van mijn zwager. Want die moest gitaar gaan oefenen. En wel onmiddellijk. Dus die jongen huilend boos naar boven. Het heeft niet zoveel zin. Ik heb de vorige keer al verteld. Je begint met kinderen zeggenschap te geven. En dan verantwoordelijkheid te geven. En that's it. En je kinderen een beetje zeggen van, ga naar links, ga naar rechts, kijk waar je loopt, schiet er eens op, loop er eens door. En nu je ontbijt op eten, want anders krijg je vanavond geen pannenkoeken. Dat is niet de manier. We hebben al gehad, de moeder van dat in vitro kind... We hebben gehad mijn zwager, hoe die met zijn zoon omgaat. Oh ja, een leuke anekdote over zijn zoon. Zijn zoon die zat in de klas, dat was primair onderwijs. Denk ik toch, ja, primair onderwijs. En iedereen moest stil zijn en de oefening maken. En dan was er een andere jongen en die moest naar het toilet. En die had netjes zijn vinger opgestoken en die zei, ik moet plassen of poepen of zo. En die mocht naar het toilet en die loopt dus voorbij de zoon van mijn zwager. En hij vraagt in het voorbijgaan aan de zoon van mijn zwager, lukt het een beetje met de oefening? Toen heeft de zoon van mijn zwager zijn rechterarm naar achteren gebogen en de jongen een onmiddellijke klap voor zijn bek gegeven. Die familie van mijn zwager beweert dat die zoon geen agressieprobleem had, want dat vriendje was zo onbeleefd. Dat moeten die kinderen maar leren, dat je niet in het voorbijgaan aan iemand anders vraagt van hoe gaat het. En dan kijk, klap voor je bek. Kijk, zo voeden die families hun kinderen op. Kan je ook doen. En het kan zelfs nog heel erg goed aflopen. Dat is ook nog een keer zo. De mensen die hun kinderen op die manier opvoeden, kunnen er altijd tegen inbrengen. Ja, maar sommige van ons worden extreem geniaal, verlichtend, zijn heerlijke mensen. Ze weten zo 1, 2, 3 geen namen te noemen. Maar ze zijn ook gewoon te dom om kinderen op te voeden. De hartsvriendin van mijn moeder. Mijn kind, sorry. Wat zeg ik nou weer? De hartsvriendin van mijn zus. Mijn kind. De hartsvriendin van mijn kind. En de moeder daarvan is dus een vriendin van mijn moeder. Die zat op een dag met de hartsvriendin van mijn kind in ons kleine keukentje. En dat kindje, die zei, ik wil graag naar de HAVO. Ze zat in groep 8 en dan moet je gaan kiezen. Of er wordt er voor je gekozen, dan krijg je een spectrum aangeboden en dan mag je daar binnen kiezen. En zij wist dat de HAVO, dat was het hoogst haalbare gezien haar CITO-score. En ze wilde... naar de HAVO. En de moeder, hè, die zei, jij naar de HAVO? Laat me niet lachen. Dat vond ze leuk, jongen. Gewoon je eigen kind afpissen. Want het kindje is pas, wat was het toen, 11? En zij was 38, nee, ouder. Dat was in de 40.
maar zo kan je ook omgaan met je kind, hè? Het is maar gewoon wat je wil. Ik vind dat niet zo'n goede omgang met kinderen. Ik vind dat als je kind zegt, ik wil graag naar de HAVO, dat je daar een mentale aantekening van maakt. Een mental note. Dat je denkt van, oké, dat is goed. En dan gaan we wel voortaan. Hè, als je denkt van, dan moet dit wel beter, dat wel beter. Ja, dat is een goede trainer. Kan jij je voorstellen dat jij je aanmeldt voor de Olympische Spelen en je hebt een trainer en die zegt, jij bent de Olympische Spelen, laat me niet lachen, rot op. Is dat jouw trainer? Denk je dat zelf? En wie ben jij naar je kind toe? Een Adolf de Vioolspeler? Ik heb een Auschwitz in het vooruitzicht. Dat mag gewoon niet. Ik heb ook een ander verhaal. Dat betrof mijn kind. Die mocht op de schouder zitten van haar moeder. En ze liepen naar de supermarkt. En over het voetpad hingen takken. Van een of andere struik of een boom of allebei. Dat weet ik ook niet. En die moeder. Die keek zo naar die takken. Die denkt, oh, dat lukt wel. Dus die loopt er lekker onderdoor. En die had zich misrekend, zullen we zeggen. Ze had het gevoel van, ja, mijn hoofd kan door de takken heen. Dus het hoofd van mijn kind ook. Dat het hoofd van haar kind, mijn kind, boven haar hoofd uitstak. Ja, daar heeft zo'n moeder op dat moment geen aandacht voor. Dat is, we moeten naar de supermarkt. Ja, mijn dochter die kreeg een tak over haar rechterwang heen. En er zat of een doorn in, of het was gewoon een scherp afgebroken takje. Dat weten we niet. De huid van mijn dochter, dat was echt zo'n kinderhuidje. Ze was toen 5 of 6. Nou, die huid die sneed gelijk open. En er begon bloed uit te vloeien. En mijn dochter die had dus pijn. En die had ook bloed aan haar vingers. En die raakte in paniek. En de moeder van mijn kind die was inmiddels voorbij die struiken. En die had zoiets van, ja, we zijn op weg naar de supermarkt. Hè, en je mag al op mijn schouders zitten. Maar dan wel een beetje rustig doen. Snap je? En mijn dochter die ik weet niet of ze dat begreep op dat moment. Want ze had gewoon een snee in haar rechterwang. En dat bloedde. Dus die bleef maar huilen. Tot grote ontsteltenis van haar moeder. Die heeft de moeder gezegd van, nou, nu krijg je een dreigement. Als je nou niet stopt met huilen, dan zet ik je op de grond. Nou, mijn dochter stopte niet met huilen. En zij is dan echt van, nou, als je een lijn trekt, dan moet je een lijn trekken. Je hebt het gezegd, wat je gezegd hebt, moet je doen. Dat doet ze natuurlijk niet als ze echte dingen moet doen. Als bijvoorbeeld ik zeg van, zou je eventjes dit willen doen? Dan deed ze dat nooit. Hè? Wat zit je mij te commanderen? Dat niet. Maar als zij gezegd heeft van, als je niet stopt met huilen, dan ga je nu op de stoep lopen. Dat doet ze dan wel, hè? Dus ze tilde mijn dochter van de schouders af en zette haar op de stoep. En toen keek die moeder, ik zou bijna zeggen stoephoer, maar toen keek die moeder pas voor het eerst naar het gezicht van mijn kind. En ziet al dat bloed. En het grappige is, van die domme moeders, die kunnen niet tegen bloed. Die raakten helemaal, ja, kortom, we gingen dus 3 kwartier later eten. Want ze moest terug naar het ouderlijk huis om een pleister te gaan zoeken. En dan opnieuw naar de supermarkt. En inmiddels was ik al thuis. Komt mijn dochter dus binnen met een grote pleister over de wang. Ook zo leuk. Mijn dochter die was een stoeptekening aan het maken. Hier bij, dat heette de Kippenmarkt.
Dat is vlak, dus het Eusebiusplein. Dat is een hele grote kerk van Eusebius, de heilige Eusebius. Een heel breed plein. En mijn dochter zat dus ergens op dat plein, zat ze een stoeptekening te maken. En ik was met haar moeder op weg naar de markt. En zij holde iedere keer voor ons uit. Nou, ze ging dus uiteindelijk op de kippenmarkt, of hoe heet dat hier, dat stukje plein. Dat is 50 meter breed of zo. De ultieme stoeptekening maken. En ik was razend benieuwd hoe die stoeptekening eruit zag. Dus ik loop met de moeder van mijn kind naar mijn kind om te kijken hoe de stoeptekening eruit ziet. Nou, als ik dichtbij genoeg, en toen ik, het lijkt wel Duitser, toen ik dichtbij genoeg was, stopte ik met wandelen. De moeder van mijn kind niet. Want vrouwen zijn namelijk gek. Ik beticht ze er echt voor 100% van, hoor. En de moeder van mijn kind, die liep gewoon door. Ja, ze was in de markt. Hè? En ze zag gewoon die man staan met die grappige pepernoten, of die olijven, of die Turkse worstjes. En daar wilde ze graag een praatje mee maken, want dat is een aardige man. Dus ze was op weg naar die man. En ze trapt gewoon mijn dochter in de zij. Mijn dochter flikkert met de kop tegen de tegels aan. En dan wordt ze boos, hè. De moeder dus, hè. Dat heet opvoeden van kinderen. En zij schelde tegen mijn kind, jongen. Van, je ziet toch wel. Ik wil naar die olijvenjongen, jongen. Je ziet toch wel dat ik eraan kom lopen. Waarom jij mij in de weg zit. Trap in je zij. Rot op. En dan kan je zeggen, ach Perry, dat was een incidentje. Nee? Nou, het was een incidentje in die zin dat mijn dochter echt in tranen uitbarstte en dat het nog wel vaker is gebeurd. Ook zo'n leuke, dat de moeder van mijn kind tegen mijn kind zegt, je moet tussen 6 en 7 thuis zijn, want dan gaan we eten. Je moet eens 5:45 thuis zijn. Tussen 6 en 7 gaan we eten, 5:45 thuis. Goed begrepen. En dan gaat zij naar de kroeg. Met een interessant persoon. Niet per se een vrouw. Want vriendinnen heeft ze niet zoveel. En dan zit mijn dochter dus op vanaf 5:45 te wachten. In een leeg huis. Dan mag ze tv kijken. Want ja, de moeder kan er dan niks van zeggen. En dan komt de moeder om 9:30 thuis. Met 2 pizza's kant-en-klaar van de supermarkt. En het fijne plastic. Dan moet je het plastic eraf halen. Even nog kijken op de kartonnen doos. Hoe lang. En zij maakte zich echt zorgen van. Oh jee, het is al 9:30. En ze was geniaal. Zoals altijd. Die vrouwen zijn zo geniale. En dan komt ze om 9:30 komt ze binnen. En dan weet ze gewoon dat ze als eerste moet roepen. Hallo, daar ben ik. Ga naar de keuken. En zet de oven aan. Gelijk commando's brullen. Dat is het idee van al die vrouw. Misschien moeten ze wel aan mas gewoon weg. Dat we gewoon een vrouwenkolonie maken. En dan gaan al die vrouwen. Die gaan elkaar in de rondte lopen commanderen. En zich niet aan de afspraken houden. Dat doen we gewoon alleen maar in vitro. Dank je wel voor de kinderen. Maar vrouwen zorgen niet voor kinderen. Dat heb ik echt gezien. Dat heb ik met mijn neus bovenop gestaan. Ze doen het gewoon niet. Vrouwen zitten alleen maar te zeiken over. Ik wil leuke dingen doen. En opvoeden van kinderen. Ik heb de kind al gebaard. En nu wil ik leuke dingen doen. Waar is het nieuwste museum dat open is? Schande. Maar Arthur Schopenhauer heeft het netjes gezegd. Dat heb ik vorige keer in de vorige uitzending niet helemaal goed uitgelegd. Maar er is een. Arthur Schopenhauer heeft zijn hoofdwerk geschreven. De wereld als wil en voorstelling.
En los daarvan heeft hij de Grundlagen der Moraal geschreven. Dat is 140 pagina's ongeveer. Heel mooi kort. Kan ik iedereen aanraden om te lezen. Erg verhelderend. Apart van die dingen heeft hij een aantal essays geschreven. En die zijn 7 pagina's, 10 pagina's. En daarin is het essay over vrouwen. Dat staat erin. Ook het essay wat ik aan mijn kind heb voorgelezen. Waarin verteld wordt dat je kinderen niet moet lastigvallen met gedachten. Je moet het heel praktisch houden met kinderen. Slabbetje, dat soort dingen. Oh, ik zie dat je kwijlt. Hier heb je een doekje. Sorry, ik kwam tegen de microfoon. Dat is wat je met je kind moet doen. En niet ouwe hoeren tegen je kind. Ja, die essays, inclusief dat essay over vrouwen, dat is samengevat, dat is gebundeld. En die bundel heet Er is geen vrouw die deugt. En het is erg om dat in de praktijk te moeten constateren. Hoe moet het in hemelsnaam met onze kinderen, met vrouwen die echt niet deugen? Die hun eigen kinderen omvertrappen hier op de kippenmarkt. En dan die kinderen uitschelden van wat doe je in mijn looppad? Wat moet je ermee? Mijn kind is nu volwassen. En ze woont nog steeds in haar ouderlijk huis. Niet langer mijn. Want ik ben de deur uitgedonderd door die fijne tiran. Die allemaal posters van Adolf Hitler aan haar muur heeft hangen. En denkt, welke joden ga ik nu weer vergassen? Want er zijn wel joden vergast hoor. Geen 6 miljoen. In ieder geval niet in Auschwitz. Ook een leuke. De moeder van mijn kind in actie. Ja. Mijn kind was 1 jaar. En wij kregen cadeautjes. Net als een hagelregen. Echt de cadeaus die stapelden zich op. Zij had een enorme kennis aan een enorme hoeveelheid vol idioten. Zo kregen wij op een dag een... Het heet een bain-marie. Aubert-Marie. Dat is een apparaat voor in de keuken. Zo'n warm water ding. Je hebt van die echte keuken Aubert-Maries. Dan hou je gewoon het groente en zo. Spersiebonen bijvoorbeeld. Maar ook als je een grote bestelling hebt. Dan kan je een ding op de Aubert-Marie zetten. En dan blijft die warm. We kregen een Aubert-Marie voor 6 melkflessen. Ja, die apparaten die zijn nodig in kindertehuizen. Door baby's die in de steek gelaten zijn door een moeder, door hun ouders. En dan moet een non, een katholieke non of zo. Die moet al heel veel flesjes opwarmen. Die kregen wij. Had ik niks aan. Dus dat is fijn hè, dat iemand grof vuilafval bij jou komt brengen. Dus dat ding dat stond er een tijdje in de keuken. Net zolang dat ik dacht van nou niemand mist hem. En dan hoppakee in de vuilniszak en in de container. Weg met die rotzooi. Ja, dan komt zij naar me toe en ze zegt ja cadeautjes geven aan ons kind. Dat moet altijd in gezamenlijk overleg van jou en mij. En dan met name als het om de grootouders gaat. Dus de haar ouders en mijn ouders. Ja, oké, goed. Ik was al lang blij met een restrictie op het aantal cadeautjes. Dat sloeg allemaal nergens op.
Dat was net alsof dat. We hadden dan één soort Duplo of Lego. En net alsof ze het wisten van, oh, maar dat soort Duplo hebben ze al. Dan hebben we nu een ander soort Duplo, want dat is ook leuk hoor. Ja, het punt is dat als je maar één bakje Duplo hebt, dan kan je een torentje bouwen van 6 steentjes. Dan heb je het gehad. Dan kan je nog een bak andere Duplo erbij kopen. Maar dat past niet op elkaar. Zo werden wij helemaal vol gedouwd met plastic shit. Dus ik ging daarmee akkoord, ben naar mijn eigen ouders gegaan en die zeiden allebei van ja natuurlijk, geen probleem. We kopen alleen maar voor jouw kind wat nodig is. Jij moet het verlanglijstje aangeven. Je mag ook zeggen uit welke winkel het moet komen. Nou dan haar ouders, die gingen gewoon wel. Die kochten te pas en te onpas van alles. Dus er kwamen allemaal spullen binnen en die kostten honderden euro's. En ik zei nog tegen die vrouw, de moeder van mijn kind, van hallo, het was toch jouw idee dat alles in overleg moest. En dan komt vrouwenlogica. Let goed op als je een vrouw bent of een man bent of een mens bent. Hè? De vrouwenlogica kwam. En ze zei van kijk, jij hebt overleg met jouw ouders. Jij kan met jouw ouders praten, maar ik niet. Ik heb geen zeggenschap. Dus ja, wat mijn ouders doen, ja. Daar kan ik niks aan doen. Ik heb die regel ingesteld, maar mijn ouders heb ik niet onder controle. Dus die kopen gewoon van alles en nog wat. Dat zijn vrouwen. Goed, die logica in de gaten houden. Hè? Hoe vilijn ze zijn. Hoe gemeen ze zijn. Dus kreeg mijn kind een fietsje met zijwieltjes. Nadat ze eerst een step had gehad waar ze niks aan had. Want onze buurt is niet een kindervriendelijke buurt. Ik heb nou tegen die moeder van mijn kind gezegd, zullen wij verhuizen naar een kindvriendelijke buurt? Dat ze bijvoorbeeld kan gaan steppen. En die moeder zei, nee, natuurlijk niet. Want ik wil in het centrum van Arnhem wonen. Ik wil op maandagavond tot 1:30 naar de kroeg. Ik wil op woensdagavond tot 12:00 naar het Tango Danscafé. En vrijdagavond wil ik eventjes uitblazen tot een uurtje of 4 s'nachts in de disco. En mijn kind kan mijn rug op. Dus die step hadden we gekregen. Daar heeft ze niet op gestept. Want zo'n buurt was het niet. En toen kreeg ze een fietsje. Met zijwieltjes. Nou, dat ging prima. Dan kon ze een beetje over de stoep. En haar moeder ging iedere zaterdag naar de markt. Want dat was zo leuk, hè, naar de markt. Ik was er dus ook mijn kind voor de temmers heeft getemmerd. Hè. Zij moest weer even naar de markt. Zo zijn vrouwen, die zijn zo blind als een aap. Ik wil naar de markt. Ik ga leuke dingen doen. En mijn dochter die wilde dan op haar fietsje mee naar de markt. Ja, dat was een groot probleem. Want dan wil iemand anders wat. En vrouwen houden daar niet van. Dus ook niet als het eigen kind iets wil. Hebben vrouwen gelijk zoiets van, nee, dat wil ik niet. En ik hoorde die discussie dus aan. Dat mijn kind dus zonder mijn toestemming, zonder overleg, had een fietsje gekregen met zijwieltjes. Maar dat mocht het niet gebruiken. Oké. En toen kwam mijn dochter dus naar me toe en zei van, nou, maar komende zaterdag mag ik met mijn fietsje naar de markt. Ik zei, oh, mooi kind. Goed bericht. Je krijgt een cadeau en van zo'n moet je dat doen? Ja, je mag niet vloeken natuurlijk. Maar van een vrouw, hè? Dat is al scheldwoord genoeg eigenlijk. Van die vrouw mag je dat? Oh jongen, you are a looking motherfucking bastard. Dus ik blijf van mijn kind. Hè?
Mocht dat uiteindelijk? Nee. Op het allerlaatste moment trok die vrouw, als scheldwoord bedoeld, aan de noodrem en zei tegen mijn kind: nee, deze keer, alhoewel ik het beloofd heb, mag het niet, want je bent stout geweest. Wat had mijn kind gedaan? Ik had dat fietsje van mijn schoonouders samen met haar in de openbare ruimte gestald. De ruimte waar iedereen kan komen. En tegen haar verteld: kijk, in de schuur staan de fietsen van papa en mama met een open slot. Dit is een openbare ruimte en dan moet die wel op slot. En er zaten twee sleuteltjes aan. Dus met het ene sleuteltje deed ik hem op slot. En dan had ik in mijn hand twee sleuteltjes. En ik geef die twee sleuteltjes aan haar. En zeg tegen mijn kind, ze was toen 5. Waarom zijn dat er twee? Want ik heb er maar eentje nodig. Nou, zei mijn kind. Dat komt omdat deze sleuteltjes zijn zo mooi. Dat daar wil je er gewoon twee van hebben. Ze keek naar die vorm van die sleuteltjes. Dat had ze nog nooit gezien. Maar natuurlijk heb je er twee. Ze zijn zo mooi. En ik tegen mijn kind van nee, dat is daar niet voor. Die ene sleutel die krijg jij. En die andere sleutel die gaat in het laadje waar de sleutels liggen. Nou, zij wist niet waar de sleutels lagen. Dat hoefde ook niet op dat moment. Maar ik zei, loop maar mee. En we hadden een hele lange tafel. En de meest rechter la, daar lagen de sleutels. Gewoon in een mapje. Sommige lagen los. Maar dat was niet gek of zo. En de rest allemaal in het mapje. Nou, en op die ochtend dat zij dan voor het eerst van haar haar biologische tiran, mocht ze dan op het fietsje mee naar de markt. En ja, die fiets stond dus op slot. Dat had die vrouw niet verwacht. Kijk, vrouwen kunnen niet nadenken. Hè? Vrouwen hebben geen... Vrouwen hebben zoiets van... help mij! Help mij! Zoiets, weet ik wel wat. Ze kunnen niet nadenken. Vrouwen kunnen niet overleggen. Vrouwen hebben geen rust. En die vrouw, de moeder van mijn kind, die komt dus met het fietsje en ziet dat het fietsje op slot staat. En vraagt, waar is je sleutel? Ja, dat moet je vragen aan een kind van 5 of 6. Dat was ook mijn plan. Laat haar die sleutel kwijtraken. We hebben de reservesleutel nog. En dan is het afgelopen. En trouwens, het is helemaal niet afgelopen. Want dan pakken we de kniptang. En dan... Ja, die moeder, die vrouw. Want vrouw is allemaal gek. Die ging gelijk brullen. Oké, dus dan ga je nu wederom niet met je fiets naar de markt. En je gaat met je moeder meelopen. En je houdt je bek. En ik ben de baas. En het is nou afgelopen. En mijn dochter zo van... Mam, er is niks aan de hand. Want de reservesleutel ligt in de rechte la van de lange tafel. Ah. Dan hoef je bij vrouwen met dat soort dingen niet aan te komen. Met vrouwen moet je vooral niet gaan discussiëren. In de Koran staat van je moet je vrouw elke dag slaan. En als jij niet weet waarom het is, dan weet zij wel waarom het is. Nou, je gaat er bijna in geloven. Dus ik zie mijn dochter en die vrouw, dat monster, naar beneden gaan, de deur uitgaan om naar de markt te gaan voor het eerst met haar fietsje. En ik hoor een gestommel en ik hoor gekrijs. En als eerste komt mijn dochter binnen denderen
En die was helemaal over de zeiken. En ik vraag aan mijn dochter wat er aan de hand is. En er komt dat monster, die vrouw. Dat probeersel van God, zullen we maar zeggen. Want dat is een monster, hè? Dat is een uitprobeersel van God. Dat God denkt van, kan je hier ook tegen? Ik ben ook zo hoor, als ik een feestje heb, dan zorg ik minimaal voor stroogrum. Of het absint of zo. Dan een beetje heroïne roken erbij. Hij niet echt, een geintje, bij wijze van spreken. Maar dat monster, dat uitprobeersel van de heren, komt er achteraan denderen. En die zegt tegen mijn kind, hou je bek, hou je bek, hou je bek, hou je bek, hou je bek. En mijn kind ging alleen maar harder huilen. En toen zei ik dus, dit vind ik zielig voor mijn kind. Het enige wat ik gezegd heb. En die vrouw, want wat kunnen vrouwen? Wat kunnen vrouwen eigenlijk? Die kunnen hysterisch worden. Ze ging krijsen. En ze stoof naar beneden. Echt, ze was beneden voordat je Mississippi kon spellen. Hup, de slaapkamer in. Deur dicht, bang! Gordijnen dicht. En wachten op de migraineaanval. Is dat opvoeden van kinderen? Het lijkt mij niet. Je kind wil gewoon met het fietsje naar de markt en jij gaat er maar godverdomme voor zorgen. Anders ga je godverdomme naar de godverdommenis. Dat is een goed begrip. Ik weet niet wat voor moeder jij bent of hoeveel moeders jij kent, maar als jij moeders kent die net zo zijn als die moeder waar ik het over heb, zo'n kutwijf, pak er aan. En neem dat kind in bescherming. En wees gewoon de fractionele jeugdzorg. En zeg gewoon tegen zo'n kind van wij zien ook dat jouw moeder helemaal crazy is. En dat komt door de maatschappij. De maatschappij die vrouwen vertelt van oh jullie zijn de king of the hill. Want hier heb je uitkering, pensioen, huisje. En die vrouwen lekker achterover liggen. Van, oh, dat is mooi zeg. Ik hoef alleen maar een kind te baren. Net als een giraf. En dan plopt eruit. Eventjes zogen. Nou, en dan ben ik mijn kind kwijt. En dan heb ik gewoon een arbeider ervoor terug. En die gaat voor mij zorgen. Nee, homo, klojo. Dat is ook zo'n leuke. Ik heb mijn kind kennis laten maken met muziek. Ik hou van muziek en ik kan het zelf ook. Ik heb Ferdinand Soor gespeeld. Ik heb Barrios gedaan. Even hoog te werken. Bach. Dat is een studie van Bach. De etudes van Soor heb ik ook gedaan. Echt. Ja, gitaar was het allemaal. En zingen. En bas kan ik ook. En ik kan ook een beetje keyboard. En ik vind het ook leuk, muziek. Dus dan wil ik met mijn kind muziek gaan maken. Dat lijkt me nogal wie dus. Als ik een honkballer was geweest, dan had ik mijn kind meegenomen iedere zaterdag naar het honkbalveld. Of als ik voetballer was geweest, dan had ik dat gedaan. Hè. Nou, ik ben dan muzikant. Niet van beroep, maar gewoon voor de leukigheid. Dan ga ik met mijn kind muziek maken. Wat doen vrouwen dan in zo'n situatie? Wat denk je? Hè? Die gaan dat blokkeren. Zo zijn vrouwen. Ja. Want vrouwen hebben zoiets van, dat kind is van mij. En jij gaat mijn kind muziek leren, terwijl ik dat niet kan? Nou, liever niet, klootzak. Ik snap echt niet waar vrouwen mee bezig zijn, hoor.
Kijk, dat die kerels er vandoor gaan, dat is ook niet goed. Maar dat je je rol als vrouw zoiets hebt van, ja, ik ga er ook vandoor, want ik wil gewoon lekker leuke dingen doen en naar het nieuwste museum toe gaan. En voor de rest ga je dan blokkeren dat ik en mijn kind muziek gaan maken? Ja, wil je dood of doe je het zelf? Kinderen zijn niet van jou. Kinderen zijn ook niet van ons. Kinderen zijn van de Heere Heere. De Vader van Christus Jezus. Daar zijn die kinderen van. En jij gaat die kinderen van de Vader van Christus Jezus, die ga je beperkingen opleggen. You go die yourself. Daar kan ik echt heel boos over worden. Dat vind ik echt zo gemeen wat ouders doen met kinderen. En je mag die mensen, je mag geen molotov cocktails door de voorruiten gooien. Je mag ze niet met een honkbalknuppel voor de kop rammen. Je mag ze ook niet injecteren met cyankali. Je mag niet een herdershond op ze afsturen en zeggen hap hap. Laat staan een pitbull terrier. Dus kunnen ze lekker doorgaan met een vieze smerige werk. Om de kinderen van mijn Vader, en die tevens de Vader is van Christus Jezus, te bezoedelen. Want ik ben een klootzak en ik zal ervoor zorgen dat mijn kind ook een klootzak wordt. Ik geef gewoon lekker alle slechte dingen die ik heb meegemaakt in mijn jeugd, geef ik door aan mijn kind, want ik krijg het eelt op de ziel. Alsof jij de nemesis bent, de godin der wraken van jouw kind. Hoe haal je het in je bolle vet, vriend? En is dat maar één verhaal? Nou joh, ik heb er nog wel 13. Ik heb er nog wel 33. En Jurk Gliesman, die heeft respect voor mijn woede, of hij heeft liefde voor mijn woede. Hij biedt mij de ruimte. En ik weet dat hij vindt van, Perry, doe niet zo boos. Zijn antwoord is dat de man zich moet laten leiden door de Bijbel. En de vrouw moet zich laten leiden door de man. En dat gaat vanuit het hart en het hoofd. Allebei, tegelijkertijd. Dan komt alles goed. En deze uitzending was gewijd aan dat wat er niet goed gaat. En er gaan dingen niet goed. Ik heb een vrouw ontmoet. In de kroeg, want ik zit altijd in de kroeg. Ik heb een lever die is 1,5 meter breed en 1 meter hoog en 1 meter diep. Zo gezegd. Je hoeft je over mij geen zorgen te maken als ik nog een Jägermeister bestel. Want ik kan er tegen. Ik ben niet alleen Christus volgeling. Ik weet ook van Boeddha. Mij maakt dat allemaal niet zoveel uit. Dus ik zat in de kroeg en ik kom haar tegen. Ze had hele mooie oogopslag. Was echt een lekker dingetje. Beetje donkere huid. Maar niet heel donker. Ja, niet dat ik racist ben of zo, maar ik blijf met mijn tengels van Somaliërs af. Maar zij was geen Somaliër. Ik vond het wel leuk. En ik nam haar mee naar huis. En wij kletsen en tequila drinken. Ik vind het lekker hoor, tequila. Met zout en citroen. Of hadden we tequila met zout en Cointreau? Dat kan ook. Dat kan je ook doen, hè?
Waar is zout en dan tequila en Cointreau. Dan heb je toch een beetje vitamine C. Cointreau is sinaasappellikeur. Dat was leuk, man. En het hield maar niet op. En ik hield ook niet op. Laten we eerlijk zijn. Ik was zo wakker als wat. En zo heb ik haar ontmoet. En ik hoorde dus dat zij op straat zou komen te staan. En ik had een kamer over. Dat zei ik van, ik heb een kamer. Kom maar, wanneer je wil. Ik heb een kamer en ik heb een toilet en ik heb een badkamer en een keuken. Ja, wat wil je meer? En een balkon, twee balkons. En zij had een pitbull terrier. Bleek. En ik zei, oh, dat is een verrassing. En die ga ik niet uitlaten. En daar begon het mee. Die heb ik dus wel uitgelaten. Moeten uitlaten. Op zich was dat leuk. Want hier aan de Rijn, daar kan je mooi wandelen. Dat is Arnhem aan Rijn. Die Rijn, die rivier hebben ze verlegd naar de heuvel toe. Allemaal graafwerk geweest, jongen. En daar zitten al die bruin, bruinkraagjes of zo. In hun leaseauto's zich te vervelen. En als je daar gewoon op een zomeravond als iemand van mijn leeftijd voorbij loopt. Dan ben je het mikpunt van allerlei opmerkingen. Hé, kerel! Hé, homo! Wil je mee mijn reet naaien? Dat is dan niet meer zo'n leuke omgeving om te gaan wandelen, terwijl het best een mooie omgeving is. Heb ik die hond meegenomen? Ik denk, ja, nu kan ik het wel. Had ik gewoon een pitbull van 45 kilo aan de lijn. Strak aan de lijn. Hè. Hij en ik waren totale vrienden. Hij at uit mijn hand. En likte mijn oren. Totale vriendschap tussen mij en die pitbull. Ja, en dan houden die bruinkraagjes wel een bek, hoor. Want ze snappen ook wel, dat is, het is voor mij drie schuddens met mijn pols. En dan is die los. You know, attack me. Als ze toen kerel tegen mij gezegd hadden, was ik op ze afgelopen en gezegd, wat bedoel je? Praat je Nederlands of Duits? Of Frans? Of zou je zo snel mogelijk moeten oprotten naar Berberia? En ga daar maar je eigen Joris Demmings pakken. Ik heb een pitbull bij me. Dat liep op zich goed af. En toen op een dag was die pitbull was elders en haar kind was in mijn huis. Dat lag in bed, in het bed wat mijn zuster, nu zeg ik het goed, maar mijn dochter heeft dat niet alleen naar beneden gesjouwd, nee, heeft het ook naar boven gesjouwd. En ze heeft het in elkaar gezet. En in dat bed lag haar kind. En om 10:00 s'avonds had zijn moeder zin om nog even wat te gaan beleven. Because the night belongs to lovers. Ik snapte al dat het laat zou gaan worden. En ik zei tegen haar, dat is allemaal cool, maar je kind is bij mij. En jij bent dus voordat hij wakker wordt thuis. Maakt me niet uit hoe laat het is. Jij weet hoe laat je kind wakker wordt. En voor die tijd ben jij thuis. Niet dus. De volgende ochtend kwam dat jongetje mijn kamer binnenwandelen. En vroeg, waar is mama? En ik zei, dat weet ik niet.
En toen zei hij, oh. En de tweede was geen vraag, het was een opmerking. Een heel beleefd jongetje. Hij zei, ik heb honger. Waarop ik dacht, wat moeten we nu gaan doen? En wat voor moeder zijn dat? Is dat opvoeden van kinderen? Of is dat gewoon, oh, ik heb er gewoon eentje uit mijn kut gekregen. Nou ja, dat is van iedereen hoor. En nu ga ik weer party. Toe, 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 toe. Toe, 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 toe. Party, toe, toe, toe. Een druivin in your car. Als je er echt een puinhoop van wil maken als moeder. En dat doet ze ook. Hè. Ze heeft ook tegen mij gezegd, dat kind is niet van mij, dat kind is van ons. Nou, dat is niet van ons. Het is haar kind. Stand up and deliver. Anyway, dat jongetje was totally pissed off over het weg zijn van zijn moeder. En ik tegen hem van, ja, don't you worry about a thing. Ik heb alles onder controle. Eerst gaan we dit doen. Dan gaan we dat doen. En daarna gaan we dat doen. Afgesproken. En hij zou nadenken, zei, ja, dat is goed. Oké, zei ik. Stap nummer 1. Dus ik met de jongske naar buiten gegaan. Dat is mooi, hè, dat liedje. Ik ben de jongske naar buiten gegaan. En ik loop daar zo als een lange man. Hè. En de jongste, de pak gelijk mijn hand. En wij zo zomen. We hadden naar die supermarkt kunnen gaan die dichtbij was. En ik besloot om naar die supermarkt te gaan die een eindje lopen was. Lekker met de jongske loop. Niet praten, alleen loop. Het was een heerlijke dag. En de jongste zat bij mij op schoot. En we zaten van de schietspelletjes te doen. Maar ik weet van de schietspelletjes. Ik weet dat er bennen schietspelletjes en er bennen schietspelletjes. Niet die gemene, nare, rare. Mijn dochter heeft Grand Theft Auto gespeeld. GTA. Daar ben ik wel blij mee. Maar mijn dochter die speelde dat toen ze 15 was. Was helemaal blij. Was helemaal... Ik heb GTA gedaan. GTA 3. Ja, dat was het 13 of 14. Gewoon kinderschietspelletjes, die zijn er ook wel. Een kwestie van oog-hand-coördinatie. Dat heb ik dat jongske geleerd. Geleerd dat het bestaat. Niet dat hij het kan, want hij is veel te bang. Want zijn moeder laat hem gewoon in de steek. Zijn moeder dumpt hem bij Perry Winkel alsof het niks is. En dat is niet het opvoeden van kinderen. Dat is niet goed. Wat moet je daaraan doen? Nou, ik denk subsidie geven aan jeugdzorg. Van, oh, u bent een alleenstaande vrouw. Nou, waar is de vader? Mooi zo. We dragen... dat staat in de Koran. In de Mohammedanen. Ik ben geen Mohammedaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles slecht is. Hè? Maar als een vrouw vreemd gaat, dan vervallen de kinderen aan de man. Punt. Het is afgelopen met het gezeik van jullie zeurneuzen. Want al die vrouwen die niet voor kinderen willen zorgen, dus dat moeten de mannen maar doen.
Bij ons in de buurt woonde een stel en die man had een dubbele baan en hij was een getalenteerde drummer. En zij had hele grote borsten en ze was ook maagd qua sterrenbeeld. En de vrouw van mijn vrouw, de moeder van mijn kind, die zei nog tegen mij: jullie moeten gaan seksen. Of zoiets. Ik snapte helemaal niet waar het over ging. Maar die vrouw had een kind. En dat leerde ik kennen toen het kind 4 was. Inmiddels had ik al een hele hoop ervaring met van dat grut. En hun kind vond ik erg oplettend. Ik hoefde maar te doen. En dan keek ze naar mij. En ja, je moet tegen zo'n kind van 4 moet je praten alsof het een kind van 4 is. En duidelijk maken dat je het goed bedoelt. En dat er iets moet gebeuren. Als het nodig is. Een glaasje drinken. Wat olijven. En ik vond hun kind echt heel makkelijk. En die andere kinderen. Tegen het behang opklimmen. Dat je ze achter het behang wil plakken. Hun kind niet. En dan gingen we uit eten. In die tijd hadden we, ja, iedereen had geld. Dat was voor de crisis. En het kind van hun zat te spelen. En wij zaten aan de lange tafel. En ik keek naar het spelende kind. En zei tegen die vader: wat een heerlijk kind hebben jullie. En hij verschrikt naar mij. Hoe kom je daarbij? Zei ze langzaam. Heb je dat niet in de gaten? Ik was stom verbaasd. Want dat kind was helemaal niet langzaam. Het is een kind. Kan je je voorstellen, Albert Einstein in de luiers? Doet Albert Einstein in de luiers gelijk al de algemene relativiteitstheorie bij elkaar gaan pennen? Dat kon Albert Einstein nog niet eens toen hij oud was. Toen zat hij waarschijnlijk ook weer in de luiers, dat hij incontinent was. Maar die wiskunde snapte hij niet zo. En later hoorde ik dan dat die vrouw, want hè, daar komt weer die vrouw in het beeld. Hè, vandaag. Ai. Die materialist, die mater, hè, dat betekent moeder. De moederlijke persoon die zegt: ik ben alleen maar een moeder en ik, ja, met mijn kind is, ik vind het niet goed hoor. En die sleurde dat kind zelfs naar Zeeuws-Vlaanderen toe. Naar een of andere bijzondere psycho-homeo, maar dan wel heel bijzonder hoor, therapeut. Kortom. Die twee ouders hebben dat kind vernacheld. En mijn kind, die dat kind goed kent, dat zijn twee handen op één buik. Door die twee kinderen kan je in een kamer zetten met een fles water, kan je 3 uur in de steek laten. En als je dan terugkomt, dan zitten ze te babbelen. Hele lieve mensen. En die moeder,
die heeft dat kind proberen te vernachelen. Door met dat kind naar Sales Vlaanderen te gaan, en dan zit zij natuurlijk ietsje dichter bij de therapeut dan dat kind. En dan, ja, ik heb een probleem, want mijn kind is te langzaam. Mijn kind is dit en mijn kind is dat. Arme kind. Ik kwam bij haar thuis, bij dat kind. En ze liet mij haar kamer zien, haar kinderkamer. Dat was nog steeds het bouwbehang, een bed, een kledingkast en een... Ja, dat bed was een hoogslaper. En onder dat bed dus, onder die hoogslaper, had ze een bureau met een Windows-computer. En dan kon ze die 8-bits spelletjes spelen. Die leuke, op zich leuke spelletjes. En dan kon ze goed, jongen. Asteroids heet dat, die game. Ze hebben enorm goede oog-handcontrole. En de moeder maar zeiken. Ja, zo zijn vrouwen, hè. En vrouwen willen alleen maar zeiken. En er zijn van die mannen en die houden van plasseks, net als Donald Trump. En dan begint het hele gezeik weer overnieuw. Je moet voor je kind zorgen. Dat duurt 14 fucking jaar. Wat stelt dat nou voor? Hoeveel jaar denk je dat je te leven hebt, te leven had toen je geboren werd? Zou je 80 worden? Ik hoop het wel. Ja, dan kan je toch 14 jaar besteden aan het opvoeden van een kind? Gewoon 14 jaar lang alleen maar bezig zijn met je kind. En dan is het volwassen. En klaar ermee. Dan mag jij naar de parenclub. Dan mag je SM, dildo's, van alles. Eerst voor je kind gaan zorgen. Kijk, wij zijn een onderdeel van de schepping. Wij zijn gekomen op de zesde dag. Wij dienen de schepping voort te zetten. En dat doen we niet door kinderen te gaan lopen afzeiken. Dat is toch goed begrip? Het is toch beter, het allerergste, er is een boek. Dat heet Alleen op de Wereld. En de protagonist, die heet Remy. Dat kan niet. Kinderen moeten ouders hebben. Het ergste is... Dat is het allerergste. Het grote verdriet van Nederland. Er zijn massa's kinderen. Waarvan mensen zeggen. Ah, oh, je hebt toch een moeder. Ah, oh, je hebt toch een vader en een moeder. Maar ze hebben helemaal geen ouders. Het mooie aan het boek Alleen op de Wereld. Is dat... De protagonist, de hoofdpersoon. Hij wist dat hij geen ouders had. En zijn omgeving wist dat ook. En hoeveel kinderen denk je dat er hier in Arnhem, en dan boven de rivieren, mag je een cirkeltje trekken tot aan Klarendal of zo. Hoeveel kinderen wonen daar? Waarvan iedereen denkt, oh, die heeft ouders. En die hebben ze helemaal niet. Vroeg oude kinderen. Toen ze 4 waren, moesten ze al voor zichzelf zorgen.
Die vrouw die dat kind bij mij achterliet. Zonder met mij te overleggen. Zonder het tegen haar eigen kind te vertellen. En gewoon er vandoor te gaan. Is dat een moeder? Of is die jongen een wees? Die dag met dat kind, want hij werd boos, jongen. We hadden lekker gewandeld, helemaal gerust gesteld en naar die supermarkt gegaan. En tegen hem gezegd, kies maar uit. Zeg maar wat je wil. Je kind laten kiezen. Weet je nog dat ik daar het in de eerste uitzending over heb gehad? Ik liet hem kiezen. Ik had toch geen honger. Doe mij wat bier of wat wijn of een checkje. Ben ik al lang blij. Ik ben uitgegroeid. Dat kindje, Limburgs, dat kindje, daar moet nog groei. Waar valt zijn oog op? Kies maar. Hij wilde knakworstjes. Oké, is goed. Geen probleem. Wat wil je nog meer? En toch tegen zo'n kindje moet je ook vertellen van, je wil wel knakworstjes, maar moet daar niet mayonaise bij? Een vraag stellen aan je kind. En je kind zo, nee, ik wil geen mayonaise, ik wil ketchup. Nou, regel je ketchup. En dat kind werd boos, jongen. En niet op mij. Iedere keer zijn moeder bellen. Hij nam niet op natuurlijk. En ik zei nog tegen dat kind, we hebben leuke dingen gedaan op internet, jongen, echt geinig. En ik zei nog tegen dat kind van, ah, je moeder komt heus terug. Die komt wel. Belangrijk is, als hij terugkomt, dat jij en ik niet boos zijn op haar. Ja, dat kind was pas 4, dus die begreep dat niet helemaal. En de volgende dag schelde jongen op zijn moeder. En 2 mensen die tegen elkaar lopen te schelden, waarvan de ene 4 jaar is en de andere 36. Dat heeft niet zoveel zin, hè? Ik laat even een stilte vallen. Niet dat je denkt dat de internetverbinding verbroken is. Je kan echt slecht zorgen voor je kind. En dat is niet per definitie slecht. Die moeder die haar kind bij mij gedumpt heeft, zonder dat met mij te overleggen, en dan komen we wel weer een keer opdagen en dan zijn we heel vrolijk. Ik vergeef haar alles. En blijf erbij. Ik blijf erbij. Dat je je kind elke dag moet verzorgen. Je kan ook niet zomaar een hond nemen. Eerst moet je een boekje lezen. Hoe om te gaan met je hond. Dus als jij als vrouw denkt van, ik heb al zin in seks, lekker het kriebel tussen mijn, ja, ik weet niet precies waar, tussen mijn 2 grote tenen en dan naar boven, daar kriebelt het. Kan je even de jeuken weghelpen?
en je krijgt een kind, dan ga je daar maar fucking voor zorgen. Of de hel en toren, de vuur en zwavel van de vader van Christus Jezus komt achter je aan. Want je gaat zijn kinderen niet bezoedelen. Is dat goed begrepen, domme vrouwen? En dat jullie geen mannen kennen die de Bijbel lezen, dat is mijn probleem niet. Dan zet je maar op YouTube, internet, / Facebook, email.com. Wie leest er een Bijbel? En die kerel ga je volgen. En niet vreemd gaan, niet gekke dingen doen. En je gaat gewoon voor je fucking kind zorgen. En vrije seks, vrije liefde, vanaf je 50ste. Afgesproken. En zorg ervoor dat je tegen je 50ste er nog goed uitziet. Want als je de hele tijd alleen maar je eigen leven loopt te verfokken, jullie stomme vrouwen. Is no good, hè? Ik ken een verhaal van een rozenkruiser. De Rosicrucians dood is on. Dit is niet bijbels of zo. Ga maar kijken naar. Look it up. Geheim genootschap. En hij had een vrouw en 3 kinderen. Toen werd dat jongste kind werd ziek. Toen zijn ze met dat kind naar de allopathische medische industrie gegaan. En daar werd gezegd, jullie kind heeft kanker. Dat is niet zo'n leuk bericht. En die vrouw dacht toen echt van oké, ik hou ermee op. Dus die belde de overheid op en zei van ja, ik zit in een huwelijkssituatie, maar ik moet daarvan weg. Heb je een huis voor mij? Nou, de gemeente, de overheid zei onmiddellijk, ja natuurlijk. Dus ze kreeg een huis. En hij zat dus met die 3 kinderen. Inmiddels was hij rozenkruiser af. Want hij was erachter gekomen dat die rozenkruisers, ja, geheime boeken, als je op de 3e graad bent, of de 7e graad, dan mag je die bibliotheek ook lezen. Allemaal bullcrap. Er is 1 boek, heet de Bijbel. Gratis, nou, niet gratis, maar in principe gratis. Als je echt commercieel een Bijbel wil hebben, kost je dat $11. Plus verzendkosten. Dus bij elkaar $16. Heb je gewoon een Bijbel. Nou, die rozenkruiser was er ook achter gekomen. Van ja, je kan wel iedere donderdag naar de gemeenschap komen. De gemeente. En dan ga je iets leuks doen of zo. En als je dan maar hoog genoeg komt, mag je nog meer lezen. Hij heeft zich afgemeld. Of ook, hij is gewoon niet meer gekomen. Dat kan ook. En zijn vrouw, die vertelde hij mij, die zag hij laatst nog lopen hier over de markt met de Eusebiuskerk. En ze had een paarse panty aan en een korte rok. Zij was $1 million babe, want ze had haar 3 kinderen in de steek gelaten omdat de jongste kanker had. En de man vond ze toch al een eikel, dus dat die jongste kanker kreeg, dat paste gewoon in de situatie voor haar. En zij heeft nog een paarse panty en een minirok. Ze was wel 56. En liep te paraderen. En die man die zag dat. En die dacht,
Meisje, meisje. Ken je dat lied? Meisje, meisje. 56. 56. Ik denk echt dat het beste is dat alle vrouwen die gaan hun eigen franchise houden op Mars. De rode planeet. Kunnen ze fijn elke dag ongesteld zijn. En hoeven ze niet voor de kinderen te zorgen. Want dat doen wij mannen wel. Dus de vrouwen moeten eigenlijk gewoon een kind eruit poepen en oprotten. En wij zorgen wel voor die kinderen. Want wij kunnen dat. En vrouwen, die hebben echt nog een boek te schrijven. Het eerste boek, dat gaat terug naar Arthur Schopenhauer. Schrijf een boek, jullie vrouwen. In plaats van het etymologische, esoterische, bla bla bla, Helena, bla bla bla, Blavatsky of zo. Je gaat maar een keer voor je kinderen zorgen. En als je dat niet doet, het maakt niet uit. Het staat in de Bijbel dat de Heere Heere, de Vader van Christus Jezus, geeft niet om personen. Jij mag gewoon onmiddellijk weg, joh. Jij wil niet voor je kind zorgen? Beat it. Dat is het mooie nummer van Michael Jackson. Beat it. Je zal voor je kinderen moeten zorgen. Het kan toch niet anders? Het eeuwige leven is jou geschonken als je dat inziet. En als je het eeuwige leven inziet, dan zorg je voor je kinderen. Dat is een goed begrip. Of mocht u Frans gaan proken of Frans gaan spreken? Dat is een goed begrip. Of moet ik nu Frans gaan spreken? 14 jaar lang. Elke dag. Als je een goede kerel hebt in je nabijzijn. Dat is mooi. Want als jij ongesteld bent. En dan hebben jullie toch altijd. Oh, ik ben weer ongesteld hoor. Nou, ik ben een beetje. Ja. Maar als je een goede kerel hebt. Die neemt het dan van je over. En dan moet je tegen die kerel zeggen. Maar dat duurt nog 2 dagen. En komt opoe op bezoek. Dan word ik ongesteld. Dat je kerel daar rekening mee kan houden. En tegen zijn collega's kan zeggen. Van ja, ik moet vandaag eerder terug. Want ik moet koken. Voor de kinderen. Snap je die samenwerking? Tussen man en vrouw. Jij stoephoer. Ik maak me echt zorgen over jullie hoor. Niet over mezelf. Met mij heb je niks te maken. Je get. Ik laat een stilte vallen. Maar over jullie wel. Jullie zijn toch gehecht aan jullie kinderen? Ik niet, hè? Want mijn dochter is hier al maanden niet op bezoek geweest. Laatst heb ik haar gebeld om even de muren te controleren. Van, what's up, baby? En zij zei, nou, this is up, that is up, and that is up. Ik zei, oké, dat is cool, jongen. En ze zei tegen mij, ik wil jou binnenkort snel weer een keer spreken. Dat is toch genoeg? Dat is een man. Een man die laat zijn kind de deur uitgaan. En ik weet dat er een aantal vrouwen zijn. Ja. Hebben die zo'n relatie met hun kind? Misschien met een dochter? Omdat die dochter uit medelijden
toch weer iedere maandag of zaterdag naar mama komt. Omdat die dochter denkt van ja, je kan mama toch niet laten verrekken. Nou, mijn dochter mag mij laten verrekken. Sterker nog, ik zal een keer een verhaal houden over dat mijn dochter tot leven zal komen als ik heen gegaan ben. Dan breekt de pleuris uit als mijn plan lukt. En dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet zeker. Maar als mijn plan lukt, dan is mijn dochter een Moab. Kennen jullie dat woord? Moab? Mother of all bombs. Fuck 'em all. Hartstikke bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En trouwens, deze tekening, mooi is die, ja? Even kijken voor jullie. Dat je hem zelf. Ja, je kan hem zo kopiëren. Wat staat hier? Dit is een kerk. En die is omvergewaaid met een kerkhof. En schuine kruizen. En een verlaten landschap. Deze afbeelding heb ik niet voor niets hier getoond. Dit is een erg beroemd schilderij. Ik zou eigenlijk een auteursrechtelijke boete moeten krijgen dat ik dit gebruik voor deze zending. Die kerk is voorbij. Het is aan onszelf om onze eigen kinderen, die de kinderen zijn, de kinderen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. En dan niet zoals die moeder die haar kind gewoon bij mij dumpt. En denkt van ah, Perry is wel verantwoordelijk. Dat moeten wij gaan doen. Je hebt Christus Jezus heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Die zijn verstandiger dan jullie. Klojo's. Het laatste is een geintje. Ik hou van jullie natuurlijk. En op zijn hamburgers zaak ik. Tjus. En dag lieverds.